ga je van iemand die zijn ademhaling niet onder controle heeft en heel regelmatig hyperventileert, naar iemand die zijn ademhaling tot rust kan brengen en dus onder controle heeft? In deze video geef ik je 5 stappen, omdat het eigenlijk een proces is en het zijn een soort stapjes die je kan maken. Nou, de eerste, dat je ja zegt tegen wat er is. Het is niet een leuke boodschap die ik heb voor jou, maar ja, liegen helpt ook niet. En liegen en bedriegen, dat doe je liever bij de ander ook niet. Dus doe dat vooral niet bij jezelf. Dus de eerste is dat jij ja zegt tegen wat er is en dat je stopt met voor jezelf voor de gek houden. De tweede stap die is natuurlijk dat jij, als je dan niet meer liegt tegen jezelf en je zegt ja tegen wat er is, dat je aan de slag gaat met waar jij last van hebt in jouw leven. Als jij zit te hyperventileren, dan is er iets waardoor je hyperventileert. En dat moet je aanpakken natuurlijk. En ga daarom aan de slag met ontdekken, wat is het wat maakt dat ik weer zit te hyperventileren? Is het iets in je gezin? Is het iets in je relatie? Is het iets in je werk? Wat is het? Iets in je familie? Hoe dan ook. Wat is het wat maakt dat jij steeds weer naar die hyperventilatie toe gaat? Want iets is de bron. De derde stap is, als je dat dan allemaal weet, dat jij jezelf ook echt wel, terwijl je al die dingen op zit te lossen en neem de tijd, maar terwijl je dat doet, is de derde stap dat jij je ademhaling tot rust brengt. Want hallo, dan krijg je controle. En dat helpt om die dingen in jouw leven te veranderen. Want het leven is gewoon een transitie van het ene dag naar het andere en iets blijft nooit zoals het was. Nou, als jij je ademhaling weer tot rust kan brengen, dan helpt dat enorm in jouw leven. Want als jouw adem tot rust is, dan heb jij overzicht. En dan heb je weer de controle. Dus het bewustzijn dat jij iets met je ademhaling kan doen, dat is de derde stap. Vierde stap is, tadaa, wat kun je dan doen? Nou, dat is heel rustig. Je ademt in, je ademt uit en je wacht. Als je dat doet, en dan zeg je heel rustig tegen jezelf als een soort mantra. Oké, ik adem in, ik adem uit en ik wacht. En wanneer je dat doet en je herhaalt die zinnen, dan train je ten eerste je brein van, oh ja, alleen maar defocus op dat. En dan even vergeet je je zorgen en je gepieker. En op het moment dat jij zo rustig en kalm ademt, dan komt jouw hele systeem weer tot rust. En als jouw lichaam tot rust is gekomen, dan heb jij meer controle. Dat is gewoon hoe het werkt. Als jouw ademhaling uit balans is en druk en chaotisch is, dan is jouw hoofd en jouw brein het ook. Dan ga je piekeren. De laatste stap, die is dat jij aan de slag gaat met meer beweging en je eten aanpakken. En het zijn een soort 2-in-1. Maar dat je meer gaat bewegen, zodat jij fitter en gezonder wordt. Want als jij een vitaal, fit lichaam hebt, dan is het zoveel makkelijker om controle te hebben. Maar als jij niet fit en vitaal bent, dan wil je alle ballen een beetje in de lucht houden. En dat betekent dus ook dat je naar je eten moet kijken. Want als jij ongezonde dingen in je mix stopt de hele tijd, dan krijg je stress van, dan krijg je spanning van. En bijvoorbeeld koffie. Als jij heel veel koffie drinkt, dan heb je daar gewoon last van. Je hele bloeddruk gaat omhoog, je hartslag gaat omhoog, je wordt er onrustig van. En dat is net als cola en de energiedrankjes. Dus je eten en beweging, dat is absoluut, zeg maar, stap 4 en 5 die je op orde moet hebben. Als je daarmee met al die dingen aan de slag gaat, wauw, dan verander je je leven. En dan heb jij weer echt controle. En dat is gewoon fijn. Heel veel succes en plezier.